Het is vandaag de eerste dag van Keiweek en ik sta hier op de introductiemarkt en wij vragen ons af of de studenten eigenlijk al een plekje hebben om vannacht te kunnen overnachten. Heb je al een kamer gevonden? Nee, nog niet. Nou, wel gevonden, alleen die is aan iemand anders gegeven helaas. Ja, lastig eigenlijk. Ik ben al best wel lang op zoek, maar ik kan niks vinden. Je wil samenwonen en hoe lang ben je nu al op zoek? Ik woon nu een jaar bij een vriendin bij mijn huis en ik en mijn vriend zijn eigenlijk een half jaar al op zoek naar iets. Where are you from? I'm from Syria. What was it like to try and find accommodation here? Oh, quite difficult. Right now I'm staying at a temporary place until I find a better place here in the city, closer to my campus. But until then, I'm managing, yeah. But it's been difficult with the camera net and everything, yeah. So you've got a temporary place, yeah. But for how long? Well, the lady I'm staying with gave me some flexibility. She's quite nice. She's offered me a place just until I find, you know, a good place. But it's right now I don't have a specific deadline. But yeah, I'm trying to find a place as soon as possible. Do you feel stressed about it? A bit, yeah. Yeah, a lot. Wat moet je doen als je een hele vervelende huurbaas hebt? Wat moet je doen als je een hele vervelende huurbaas hebt? Nou, je bent niet aan de juiste test dan. Nou, het is onwijs moeilijk op dit moment om accommodatie te vinden. Maar stel je hebt iets gevonden en je moet onwijs hoge bemiddelingskosten betalen. Wat doe je dan? Ja, bemiddelingskosten zijn over het algemeen onterecht worden die gevraagd. Stel je wil heel graag een kamer hebben, betaal dan de bemiddelingskosten eerst en kom dan bij het steunpunt bemiddelingskosten. En wij gaan je helpen om die bemiddelingskosten weer terug te vorderen. Zoekt u ook een kamer, meneer? Wat zeg je? Bent u ook op zoek naar een kamer? Nee. We hebben vrij vaak succes geboekt. Afgelopen week hebben we een heel groot megazaak gewonnen. En dat betrof een proces waarbij we 16 eisers hebben vertegenwoordigd hier bij de rechtbank Groningen tegen een grote makelaar hier uit de stad. En we hebben bereikt dat we alle bemiddelingskosten van alle eisers terug hebben gevorderd. Awesome! Zeker, daar zijn we heel blij mee.